Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We gaan vandaag iets uittesten. Het staat al vrij veel op YouTube. Maar we wilden het zelf ook testen. Met kreppapier ons haar vet. Ja. Ja, gaan we verven. Dus we hebben kleuren kreppapier. Nou, ik weet denk ik wel welke kleur jij wil. Deze. Ja, dat dacht ik al. Dus en rood, de rode is ook leuk. Ja, die neem ik. En dan neemt Sarah een beetje de paarse. Even wachten. Deze is te lang. Oh, jij mag even het glazen schaaltje pakken, denk ik. Dan doen we zo even de... Die ben ik vergeten in het kastje, weet je nog? Dan ga ik ze vast knippen in de keuken. In welke kast? Daar, naast de oven. Dat gaan we erin doen. Ja, daar beneden. Nee, beneden. En heel grappig, je ziet al gelijk dat de kleur in het water komt. Ik heb er nu alleen een paar stukjes, ik ga daar nog wel wat bij doen. Zo, nog een paar stukjes erbij. Want ik heb wel eens gezien online dat ze dan net te weinig doen en dan heeft het niet heel veel effect. Zo, deze wordt voor Sarah. Er zit aardig wat in. Mama, we hebben een lepeltje nodig om te horen. Mama. Dat komt zo goed. Ik pak wat lepeltjes om te horen. Dit wordt dus de roze van Sarah. Bij mij zit er ook aardig wat in nu. En dit is de rode van mij, daar zie je het ook al gelijk afkomen. Die wordt toch wel echt roder dan die ander. Dus we gaan dit heel even laten trekken. Oh, dit is zo mooi. Die van mama ruikt ook heel erg rood. Die van jou is wel een stuk roziger hoor. Nog even extra wat horen, even voorzichtig hè. Als het allemaal uitspet, dan hebben we het niet meer. Even kijken of we er zoveel mogelijk kleur vanaf kunnen halen. Ik doe een beetje de papier kapot maken. Ja. Dan hebben we meer kleur. Heel erg benieuwd wat dit gaat pakken. Het is wel heel grappig, want ik heb natuurlijk vrij donker haar en geverfd. En Sarah veel lichter haar en helemaal ongeverfd natuurlijk. Dus dan kunnen we dat wel beide testen. Ik moet maar sowieso verven. Maar dat vergeet ik elke keer. Wow, ik kom er niet aan toe. Nee. Oh, kijk hier bij papier. Ja. Ah, gaan we die eruit halen? Aha. Oh. Eeuw, het ziet er echt vies uit. Ah. Oké. Okay. Mama, hij moet even. Ik wil dat hij scheurt. Mama houdt er niet zo van om helemaal vies te worden. Ja. Oh. Voor mij is het wel mooi, mama. Ik ga de facet eruit halen. Die is echt wel heel mooi van kleur. Nee, die lukt in één keer. Die van mij wilde dat niet. Oh, hij lukt echt heel goed. Zo, kijk. En zo komt het er nu dus uit. Dan mama, ik wil heb ik een borsteltje. Nou, we gaan niet helemaal rekenen over haar doen. Oh ja, even weer netjes in de scheiding. Ik vind het wel een beetje spannend. Nou, nee, hij is niet één, maar het is maar papier waar we het mee doen. We hadden Sarah's haar helemaal geborsteld, maar dat klit altijd gelijk weer. Mama, mag ik het borstelen? Nou, ik heb je twee kanten gegeven nu. Mag je even de plukjes pakken? Heel goed. Hou ze even goed vast. Deze ook. Even zo hier. Auw! En hier. Nou, het moet zo zien, mama. Nou, dat valt wel mee. Mama heeft al een betere scheiding, dus kijk. Zo, en wat we dan eerst gaan doen, we doen hem eerst dieper. En dan gaan we hem weer iets omhoog halen, zodat je een beetje een verloopje krijgt. Ik heb de handdoeken. Oh, jouw handdoek is gevallen. Wacht even. Wacht even. Even je handdoek. Kom mee. Zo, je moet wel goed blijven liggen. Oké. Waarom gaat hij voor mij om mij heen? Zo. En dan moeten we dadelijk best wel een tijdje blijven zitten, dus... Oké, heb je je plukken goed beet? Nee, je moet ze hoog pakken, schat. Hier je handje. Hier. Echt hier.
En de andere kant, even wachten. Ook hier. Oh, maar mijn man valt. Ja, komt. Oké, even wachten. Ga ik ook klaar zitten? Pardon, ik voel heel even. Oké, we hebben de plukken. En die gaan we er nu in dopen. Wow. Aan de onderkant. Wacht, mama. Kom maar. Hallo. Oh. Ik denk dat hij nog 10 keer gaat vallen. Hij zit ook een beetje scheef. Probeer maar een beetje te klemmen, ja. Oké, moet ik maar weer pakken? Ja, yes. Oké. En dan gaan we beginnen met de puntjes. Oh, ik mis een plukje. Die doe je erin. En dan ga ik nu wat verder doen. En dan gaan we heel even zo zitten. Mijn haar is zo lang dat het er bijna niet in wil. Oké, kijk uit dat je voorkant er niet in gaat, hè, Sarah? Kijk of ik het er goed in krijg, mijn haar. Zo, we zijn eruit. Ik weet nog niet of het op mijn haar echt gepakt heeft. Ik heb ook iets minder lang gezeten omdat Sarah het niet volhield. Maar op Sarah de haar zie je het echt heel goed. Ik ga het even droogfeunen. Mag je heel veel op deze stoel komen? Want dan is het een snoer. Mag ik wel even staan? Nee, ga maar zitten. Anders zien we je niet. We zijn klaar. We hebben ons haar gefeund. Mijn is redelijk droog, maar niet helemaal. Want dan gaat mijn haar altijd heel erg pluizen. Bij mij zie je het eigenlijk nagenoeg niet. Ja, het is als je echt van dichtbij kijkt iets rooiger in verhouding met hier. Maar ik vind niet dat het echt heel erg veel is geworden. Maar daarentegen, op Sarah's haar is het echt mega goed gelukt. Ja. Het is niet heel netjes gedaan. Want ze wilden het heel graag zelf doen. En ik vind als we een video opnemen, dan mag dat. Maar echt, die kleur heeft zo bizar goed gepakt. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Dus heel erg leuk om zelf thuis te proberen. Het is heel makkelijk, het kost heel erg weinig. Het is gewoon een grappig experiment met je haar of met een feestje. Is het gewoon heel erg leuk. Dus iedereen, bedankt voor het kijken. Abonneer je hieronder of hierna even als je dat nog niet gedaan hebt. En geef een duimpje omhoog. Tuurlijk, een duimpje. En dan zien we jullie de volgende videovlog. Doei! Doei!